In de wedstrijd voor vrouwen had Nederland 3 vrouwen die in staat moesten worden geacht om ook op het erepodium te komen. Daphne van der Brandt, Marianne Vos en Mirjam Melchers. Marianne Vos, die een voorbereiding van niks heeft gehad op deze wedstrijd, omdat ze vooral op de wielerbaan heeft gereden, moest op de achterste startrij beginnen en vandaar stoof ze als een raket naar voren. De start is bij iedere veldrit belangrijk, maar bij dit wereldkampioenschap extra belangrijk voor Marianne Vos. Vos is hier vertrokken in allerlaatste positie omdat ze geen punten bij elkaar sprokkelde in UCI-veldritten. Vos koos voor baanwielrennen deze winter. Maar van positie 38 rukt ze binnen 300 meter op naar positie 8. Vos na een onwaarschijnlijke inspanning als achtste het veld in. Meteen kansrijk voor de medailles daarvoor. Koep van Nagel, Le Boucher, Ferrier, Salvetta, Mirjam Melchers, Daphne van der Brandt. De bekende namen, maar het belangrijkste voor Nederland is dat Vos aansluiting heeft gevonden bij de dames vooraan. Wat heet, na 5 minuten wedstrijd meldt Marianne Vos zich brutaal aan de kop. Ze passeert Hanka Koek van Nagel en zegt, hier ben ik. Vos eerste in de wedstrijd, maar na een paar honderd meter gaat het dan direct weer fout. Net buiten beeld, verborgen achter de toeschouwers, maakt Vos een stuurfout. En Vos valt weer terug naar positie 22 en moet aan een nieuwe inhaalrace beginnen. Die duurt 4 ronden lang. Ronde na ronde pakt Vos 6-7 seconden terug op de kop van de wedstrijd. En de kop van de wedstrijd is een Duitse. Hanka Koek van Nagel heeft gezien dat Vos een foutje maakte en is er als een speer van doorgegaan. Ze weet, Vos ben ik liever kwijt dan rijk. Van de andere dames had ze niets te duchten. Daphne van der Brandt kon het wiel van de Duitse niet houden. Mirjam Melchers moest passen. De Françaises, Le Boucher en Ferrier, konden het tempo van de Duitse even volgen, maar niet lang. En dus wint Hanka Koek van Nagel, want Vos komt te laat. Ze doet er alles aan, een verbeterde trek op het gezicht. Maar Vos moet genoegen nemen met het zilver. De armen omhoog bij de Duitse Koek van Nagel. Het is haar 4e wereldtitel. Het WK is slechts 8 maal verreden bij de vrouwen. En 4 keer was het Hanka Koek van Nagel. Zij de weltmeisterin en hier Marianne Vos helemaal kapot. Ze moet genoegen nemen met het zilver. Was wel de beste vandaag. Maar geen wereldtitel voor haar. Maar zilver is fantastisch. Geen enkele maal trainen ze specifiek op het veld rijden. Ze komt zo uit het vliegtuig van de World Cup baanwielrennen in Los Angeles. En pakt gewoon zilver bij dit WK. Eerste dus Koek van Nagel, tweede Vos. Wat een prestatie. Laten we eens bij het begin beginnen. Je start helemaal achteraan. Maar ja, die start die was formidabel, hè? Ja, ik kwam meteen er langs. Dan een beetje friemelen, maar goed. Ik zat wel meteen mee vooraan. En uiteindelijk heeft dan misschien nog wel zelfs de das omgedaan dat ik te snel wou naar voren. En dat ik voorop reed en dat ik toen een foutje maakte. Maar ja, goed. Dan 2 kilometer rijden voorop. Wat gebeurde daar? Ik gleed weg en dat was niet zo erg. Ik kon weer opstappen en weer verder. Alleen mijn ketting zat tussen mijn derieur. Dus toen heb ik voor mijn gevoel heel lang stilgestaan. Maar ja, dat valt natuurlijk wel mee. Maar dan komen er wel 20 voorbij in de eerste ronde. In Stuttgart was je teleurgesteld met je zilveren medaille. Hoe is het nu? Ja, nou ja, zilver is niet altijd hetzelfde zilver natuurlijk. En hoe is dit zilver? Deze is mooi.